Oké, dames en heren, we lezen verder in paragraaf 131 van Cicero's Pro Quo. Vorig filmpje moest ik een beetje abrupt afbreken. Nee, ja, de tijd was zo om. Ik kreeg nog steeds met maximum 15 minuten per filmpje. En het was ook echt de langste zin ever, zou ik zeggen. Dus het is psychologisch. Ik was aan het zeggen dat er natuurlijk een mooi tricolon ook zit in deze Koen-zin. Even kijken. Waar zit die? Ja, natuurlijk. Rem publicam regeret, orbem coterarum gubernaret, imperique majestatem confirmaret. Dus dat is natuurlijk eigenlijk drie, hoe zeg je dat, drie persoonsvormen, regeret, gubernaret, confirmaret, met que aan elkaar geplakt hier en daar ook met que aan elkaar geplakt. En dus natuurlijk het derde deel is natuurlijk langer, dus dat noem je ook wel een tricolon met een soort climax van lengtes er in ieder geval in. Het is polysyndeton dus, want het zijn verbindingswoordjes en het is parallel opgebouwd, want je hebt het eerst een soort van leidend voorwerp, dan een persoonsvorm, leidend voorwerp, persoonsvorm, leidend voorwerp, uitbreiding, persoonsvorm. Dus het is, hij haalt werkelijk de hele trucendoos open, zou je kunnen zeggen. Hij gooit helemaal vol met stijlmiddelen. Om maar een extreem epische indruk te maken, zullen we maar zeggen. En natuurlijk een kleine antithese ook tussen dat hij met de wapens dat hij iets veroverd als het ware. En met wetten heeft hij die bevestigd. Even kijken, wat moet ik nog inhoudelijk over zeggen? Lucius Sulla, hij zei wel die vergelijking, of eigenlijk beter gezegd die... Hoe zou je een a fortiori redenering maken tussen Jupiter en Sulla? Jupiter kun je naar wijzen, want daar staat zijn tempel bovenop het kapitool, waar hij beneden staat op het forum. En aan Lucius Sulla kan die wijzen naar het gouden standbeeld, wat toen stond van Sulla op de rostra, het spreekgestoelte, waar hij vlakbij stond te praten. Let even op, de vergelijking gaat dus niet helemaal op. Jupiter wil niet overal ingrijpen, want dat is een keuze, Jupiter is almachtig eigenlijk. Sulla kan niet overal ingrijpen in de dingen die slecht gebeuren, want die weet het gewoon niet. Dus hij is een beetje kritisch in die zin op Sulla. Jupiter is vernietigend en weldadig, dus de houding ten opzichte van Sulla is ook een beetje ambigu. Maar het gaat niet helemaal op. Er zijn wat verschillen in vergelijking natuurlijk, en daarom is het ook meer een a fortiori redenering dan echt een vergelijking. En dan laten we dan de laatste zin nog eventjes doen die ik nog niet gedaan heb. Nisi hoc mirum est quod vis divina adsequi non possit, si id mens humana adepta non sit. Dat is geen complete zin, het is een nisi zin, en meer is het eigenlijk niet. Dus dat is de hoofdzin met twee bijzinnen erin. En dat nisi moet je dan eigenlijk zo vertalen als van, als het tenminste niet, als niet, of we moeten denken dat, of het moet zo zijn dat, dat is eigenlijk nisi, als het moet zo zijn dat dit wonderlijk is. Nou, wat is dan wonderlijk? Dat is de si-zin hier aan het einde. Laat ik die even omdraaien. Eerst de si-zin hier en dan naar de quote zien. Als de mens humana, de menselijke geest, niet datgene bereikt heeft. Let op, adepta sit is een perfectum van adipisci, dat is een deponens. Adeptus is daar PPP van, dan waren het passief een perfectum, maar dat is sowieso passief, dus die derde P slaat eigenlijk nergens op. Maar je krijgt dus in het perfectum een soort passief uitziend iets met sit, van est, cognitives. Die je moet vertalen als heeft, want dat is, moet het actief vertalen, dus bereikt heeft. En dan doen we dat hier met een cognitief, omdat het natuurlijk iets fictiefs is, het is geen echte gebeurtenis. Dus als het moet zo zijn dat het niet, dat het wonderlijk is dat een menselijk geest datgene niet heeft verkregen, heeft bereikt, wat, it quod, datgene wat, de vis divina, de goddelijke macht, goddelijke kracht of geweld, zoiets dergelijks, niet heeft kunnen adsequi. En adipisci of adsequi is eigenlijk een beetje hetzelfde. Adsequi is bereiken en adipisci is verkrijgen. Dus het betekent ongeveer hetzelfde. Is ook een deponens. Dus datgene wat de goddelijke macht wist, niet heeft bereikt. Als de
menselijke geest dat niet heeft verkregen, verworven, is dat dan wonderlijk, is dan de grote vraag. Of, als het, of dat moet wonderlijk zijn dan. Hè? Dus we vragen ons, hier is een retorische vraag van, is het echt wonderlijk, verwonderen we ons erover dat Lucius Sulla iets niet heeft gemerkt, omdat hij zo, terwijl hij zo druk bezig was? Antwoord is natuurlijk nee. En als je daar ja op zou willen antwoorden, ja, dan moeten we ook zeggen dat het wonderlijk is als een menselijke geest niet verworven heeft wat de goddelijke geest ook niet verworven heeft. Hè. Dus een goddelijke macht. Jupiter heeft iets niet gekund, namelijk alles zien, of alles besturen, alles in de gaten houden, als het ware. Nou, als we het daadwerkelijk wonderlijk vinden dat de menselijke geest dat ook niet heeft bereikt, dat ook niet kan. Okay, dan mag je het wonderlijk vinden dat Lucius Sulla niet alles heeft kunnen zien, terwijl Jupiter, waar Jupiter dat ook niet kan. Dus dat is natuurlijk allemaal, hoe zeg je dat? Het antwoord moet hier nee zijn. En het is zeker niet wonderlijk, wil hij zeggen. Hè? Dus dat is een soort insinuerende opmerking die retorisch bedoeld en niet serieus, echt serieus bedoeld. En er zit natuurlijk een tegenstelling in, vis divina tegenover mens humana. Maar het is wel parallel opgebouwd. Hè? Quod vis divina adsequi non possit, die mens humana adepta non sit. Vis mens divina humana adsequi adepta non possit sit. Dus het is exact dezelfde manier opgebouwd de zin, alleen zit er een tegenstelling in. Goed, nou, daarmee, dames en heren, ronden wij het stukje uit de argumentatie wat wij in het Latijn lezen dit jaar, ronden wij af. Hij gaat nog een heel eind door in het Nederlands in ons boek over de luxe maar onethische levensstijl voor Chrysogonus. Het is een sterk staaltje, een karaktermoord, zullen we zeggen, op Chrysogonus, waarin zowel zijn huizen, zijn slaven, zijn inrichting van zijn huizen, hoe hij daar zelf rondloopt, totaal kapot wordt gemaakt. Dat moet je zelf maar lezen. Het is een fantastisch stukje. En dan komt hij uiteindelijk bij de peroratio, daar gaan we de volgende keer natuurlijk langer op in. Daar komt hij uiteindelijk terug op eigenlijk datgene wat hij vraagt. En dat is eigenlijk alleen maar wat zijn cliënt zegt. Hè? Ik wil niet dood. Ik heb het niet gedaan waar ik van beschuldigd word, dus verdien ik geen straf. En de hele toestand rondom de tegenaanval, eerst tegen Magnus en dan tegen Capito, en vervolgens ook die karaktermoord op Chrysognus. Hij wil daarmee niet zeggen, Cicero, dat hij dus nu formeel eist dat alle landgoederen teruggegeven worden. En dat zij gestraft worden. Dat eist hij niet. Dat zou hij wel willen eigenlijk. Maar zijn cliënt zegt, nee, mijn verzoek is alleen dat ik niet gestraft word. En dat ik verder met rust gelaten word. Dus dat klinkt dan opeens heel bescheiden natuurlijk. Dat eerst gaat hij het helemaal ontzettend uitpakken. Hè, op zijn eigen verantwoording, zou ik maar zeggen. Maar dan gaat hij daar heel scheiden weer zeggen, nee, maar toch is het enige wat ik formeel vraag, is straf mijn cliënt niet. En dat is natuurlijk ook retorisch zeer sterk. Goed, volgende keer meer daarover en dan beginnen wij aan de bespreking van het laatste deel over de peroratio. Tot dan!